Ben je klaar? Zit je goed? Ben je wakker en doet alles het nog goed? Als je wilt, als je durft, kan je mee op een ontdekkingstocht met Huisje, Boompje, Beestje. Dit wordt ons feestje. Kom op, ga je mee als je wilt weten. Het skelet. Nou. Zullen we anders een potje pingpongen? Nee. Zullen we verstoppertje spelen? Nee. Anders ganzenborden? Alweer? Ja. Nee, jij speelt toch altijd vals. Zullen we anders? Nee! Verwacht jij iemand? Nee. Nee, ik ook niet. Zullen we? Ja! Goedemorgen, ik heb een pakketje voor u. Oh, maar ik heb niks besteld. Jij, Raf? Ik? Nee. Heb jij wat besteld? Nee, ik niet. Nee. Nee. Als je hier even zou willen tekenen. Nou, oké. Oh! Wat? Is een skelet! Wat? Ja. Ja? Wat moet ik ermee? Geen idee. Veel succes ermee, hè. Tot ziens. Ja. Volgens mij is hij verkeerd bezorgd. Ja. Wat moeten wij nou met een skelet? Huh? Oh. Even kijken hoor. Ja, wat? Ja. We roken is slecht voor je gezondheid. Ja! Alweer gewonnen! Ja, jullie spelen vals. Ja, dat is niet eerlijk. Het net ook om het sjoelen. Jullie kunnen gewoon niet tegen je verliezen. Bing! Ja! 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 Nou, Raaf. Waar zou die nou toch zijn? Ja! Buntskelet! Goed zo, klein! Duurt vrij! Nou, dat doe ik toch ook niet expres? Ja. Oh, nee. Ja, dat is een beetje een rommeltje. Die kunnen we beter weggooien. Wel jammer. Nee, Raaf, dat kunnen we niet maken. Hij is natuurlijk wel van iemand. Oh. Ja. Nee, we moeten hem echt in elkaar zetten weer. Oké. Nou, weet jij hoe dan? Nee, natuurlijk niet. Nou ja, wacht even. Dat hoofd... Dat moet natuurlijk bovenop. Ja, dat is logisch. Er is een voet onderop. Ja, nou, is toch een vaginetje? Oh, wacht even. Kijk, hier is het. Oh ja, nee, wacht even. Ik denk, even kijk, die. Dat is, wat is dat? Een stukje Elvis. En die kan in de soep. Raaf? Ja? Laat maar. Ik doe het wel eventjes, ja? Ga jij maar even uitzoeken waar die naartoe moet. Oh, oké. Ja, maar hallo, waar dan? Nou ja, misschien in het ziekenhuis of zo? Oh ja. Oké, nou, strakkies. Ja, strakkies. Kijk hoor. Wacht even. Ja, het ziekenhuis. Nou, je moet dus wel weten hoe een skelet in elkaar zit. Hallo. Hey, Raaf. Hallo.
We hebben een beetje een probleempje in het clubhuis. Oh, nou, vertel eens. Nou, kijk, er is een skelet bezorgd. Dat is natuurlijk niet voor ons, maar nou hebben we een beetje, zeg maar, dat het per ongeluk uit elkaar is gevallen. En nou willen we het weer in elkaar zetten, maar ja, we weten niet hoe. Dan kun je het beste naar receptie 19 gaan, radiologie. Achter je, één verdieping naar boven en dan ben je er. Oké, okay, nou bedankt. Oké. Okay. Radiologie. Radiologie even. Oh ja, ja oké, okay, doei. Radiologie. Ah. Oh, dat is de handleiding zeker. Hallo. Hey, dag Jaaf. Ja, is dat de handleiding? Hè? Nou, om een skelet in elkaar te zetten, net als mijn kast. Nee, dat zijn röntgenfoto's. Oh, wat voor foto's? Röntgenfoto's. We hebben hier een hele speciale camera waarmee we de botten kunnen afbeelden. Dan kunnen we kijken of er wat gebroken is. Echt waar? Wat gaaf. En hoe gaat dat dan? Nou, ik ben een beetje druk, mm-hmm. maar Marjan kan het je wel laten zien. Marjan? Ja hoor, dat kan ik wel even doen. Oh! Hey Pim, we gaan je pols op de foto zetten, hè? Kom maar met je arm, leg hem even op het plaatje. Zo. En als jij hem zo stil laat liggen, kan ik zo een hele mooie foto maken. Oké. Okay. Ja, wat is dit? Dit is... Nee, dat zijn mijn ribben. Ja, het is mijn schouderblad. Oké. Okay. Pim, ik ga een foto maken. Blijf stilzitten. Oh, hoi. Hey, Raf. En hoe doen jullie dat dan? Nou, ik maak een foto van de botjes van Pim. Huh? Van zijn pols. Nou ja, kan je dan dwars de zand heen kijken? Ja, behalve door zijn botjes. Oh. Nou, het is gelukt hoor. We hebben een jongetje gevonden en die had pijn aan zijn pols. En nu hebben we foto's gemaakt. Nou, dan gaan we even kijken. Oh ja, kan dat... Ik zal ze laten zien. Ja. Spannend. Ja. Kijk, daar komen ze. Ja, ja. Wauw. Hé, hey, het is gebroken. Echt waar? Nou, kijk, hier zit een scheur. Mm-hmm. En dit is dezelfde pols. Hier zie je de scheur ook. Oh. Oh jee. En dit stuk is een beetje naar achteren gekiept. Ja. Nou, er moet wel wat aan gebeuren. Ja, wat moet er gebeuren dan? Naar de gipskamer. We hebben een hele mooie kleur. We hebben hele stoere hondenpoten. Kijk. Leger. Hey. Wat zijn jullie aan het doen? Wat zijn we aan het doen, Pim? Kleurtjes uitzoeken voor mijn arm. Kleurtjes? Wat is dat dan? Gips. Gips? Oh, oké. Okay. Nou, laat maar zien. Welk kleurtje gaan we doen? Oranje. Gaan we voor oranje? Ja. Haha, goede kleur. Is ook gedaan. Ja, oké, Pim, waar we mee gaan beginnen. Dat is altijd een kousje om je arm. Anders zou je gips aan je arm plakken. Ik doe het heel voorzichtig, hoor. Gaan we. Nou, Pim, wat is er nou zo gebeurd dat je zo je arm gebroken hebt? Ik ben van mijn fiets gevallen. Ach, god. Dat is ook niet handig, hè? Nee. Hey, gaat het een beetje zo? Ja? Ik doe het zo voorzichtig mogelijk, hoor. Hé, hey Pim, in welke klas zit jij? Waarom moet er nou eigenlijk gips omheen? Nou, waarom doen we er eigenlijk gips omheen? Nou, gips doen we er eigenlijk omheen, Raaf, omdat... En ik heb ook een boksbal. Echt waar? Oké, okay. Nou maar even niet oefenen. Nou, dan moet je die maar eventjes in de kast hangen. Zo, nou is het gelukt? Ja! Wow, zo! Het is helemaal hard. En voel je niks? Nee. Wow, wat goed zeg. Zo, nou, het is gelukt. Het jongetje zit in het gips. Maar kunt u nou laten zien hoe dat precies werkt? Ja, dat kan. Kijk, hier zie je een bot en mm-hmm. dat is gebroken. Mm. Dit stuk, dat is eraf. Au. Met de hele hand. Mm. En we hebben een paar foto's gemaakt, zodat je kan zien hoe het bot weer aan elkaar groeit. Echt waar? Ja. Wow. En het gaat allemaal vanzelf? Ja, als je maar zorgt dat het niet beweegt. Oh, en hoe lang duurt het allemaal niet? Nou, dat hangt een beetje van het bot af, maar een week of zes zoiets. Zo, oh, goed zeg. Maar ja, nou weet ik nog niet hoe we dat skelet in het clubhuis in elkaar moeten zetten. Gaan we doen. Wat is dit?
Ja, dat is mijn enkel. Ja, we gaan puzzelen. Oh, wat leuk. Kijk. Ja, nou, dat is een hoofd. En die moet er bovenaan, zo. En dit? Nou, dat zijn voeten. Die moeten een beetje zo onderaan, denk ik. Oh, wat zijn dat? Oh, ribben. Oké. Okay. Kijk. En die moet... Oh, die moet, zie je zo. Ja. Tussen zijn voetjes en zijn... Ja. We moeten het even een beetje opschuiven, anders past het niet. Oh nee, past het niet. Zo. Ja. Dan hebben we hier nog een groot stuk. Een stuk? Wat is dat? Die moet die. Daar. Ja. Maar dan andersom. Ja. Geweldig. Dus die moet ongeveer zo. En deze moet hier. En dan heb ik hier nog een stukje. Even kijken. Dit is een heel moeilijk stuk. Wat is dat? Oh ja, dat is een stukje lucht. Hoeveel botten hebben we eigenlijk? Nou, we hebben er ongeveer 206. 206? Laatste stukje. Nou, die doen we dan hier. Ja. Dat ziet toch niemand? Wow. Zo. Nou, kijk eens. Mooi. Zo. Nou, klaar. Ja. Nou, nu lukt het je in het clubhuis vast ook wel, hè? Ja, dat denk ik wel. Bedankt, hoor. Maar waarom hebben we eigenlijk zo'n skelet? Nou, daar word je stevig van. Als je geen skelet zou hebben, dan zou je helemaal slap zijn. Er zijn wel dieren zonder... skelet, bijvoorbeeld slakken. Oh. Maar alle gewervelde dieren hebben een skelet. Geweldige dieren? Nee, gewervelde dieren. Oh, oké. Okay. Dat is je rug. Uh-huh. Dit heet de wervelkolom. Oké. Okay. Kijk, ik zal het je laten zien. Kijk, Raaf. Uh-huh. Bij een giraf loopt de wervelkolom vanaf zijn kop tot zijn staart. Uh-huh. Yeah. Ik zal het je laten zien. Oké. Okay. Kijk, je kan hem openritsen. Wow. En daar zie je hem zitten. Ja. Nou ja, eigenlijk is het niet van een giraf. Het is van een mens. Echt waar? Ik zal hem er even uithalen. Okay. Kijk, hier zie je het bekken. Mm-hmm. Het bekken? Ja. Met hier een kommetje. Ja. En daarin past het bolletje van het dijbeen. Het dijbeen is het grootste bot van het menselijk lichaam. Wow. En dat bolletje past precies in het kommetje. Ja. En dan kan het heel goed bewegen. Mm-hmm. Ja. Wat handig! Leuk, hè? Geweldig! Ja. Maar, wacht eens even. Ben ik nou ook zo'n gemerveld dier? Een gewerveld dier? Ja, ja. Alle vogels zijn gewervelde dieren. Oké. Okay. Ja, we hebben natuurlijk ook een skelet. Ja. Ja. Nou, hartstikke bedankt, dokter. Ik ga naar Carlijn en dan lukt het zo met dat skelet. Strakkies! Strakkies! Hey, Klein. Ja, nou, ik ben eruit, hoor. Hey, Raaf. Wat is er? Ja, nou, Wat? Ja. Nou. Dit is geen gezicht. Ja, lach maar. Oh, geweldig. Geen paniek. Ik weet er ondertussen alles van. Echt? Ja. Ja, tuurlijk. Wist je dat je 206 botten hebt in je lichaam? Nee, echt? Mm-hmm. En zonder zo'n skelet, je zou zo in elkaar storten. Huh? Maar, wat moeten we ermee doen? Nou ja, we kunnen het toch opnieuw in elkaar zetten. Oh, okay. Eerst in elkaar halen en dan komt het helemaal goed. Had je nog botjes over? Ja, hier. Ja, dat dacht ik al. Die moest ook nog ergens. Ja, die miste ik al. Ik denk, ja, dat klopt niet. Wat moet er halt? Aan de deur wordt niet gekocht. Ja, maar daar kom ik ook niet voor. Ik heb hier vanochtend wat verkeerd bezorgd en dat kom ik weer ophalen. Daar weet ik niets van. Goedemiddag. Grappenmakers. Mag ik hem weer meenemen? Ja, tuurlijk. Ja. Doei. Hey, bedankt, het was gezellig. Strakkies. 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 Ben je klaar? Zit je goed? Ben je wakker en doet alles het nog goed? Als je wilt, als je durft, kan je mee op een ontdekkingstocht met Huisje Boom. Dit wordt ons feestje. Kom op, ga je mee. Als je wilt weten waar de regenboog begint. Als je wilt zien hoe onweer bij.
kwijt. Dames en heren, welkom bij alweer de allereerste editie van Daarbij Mijn Zeilwedstrijd. Zijn alle deelnemers klaar voor de start? Ja, ik bedoel, ahoy. Ahoy. Klaar voor de start? Af. Oh. Ja, als het niet waait, dan gebeurt er natuurlijk niet zoveel. Ja. Ja, dat is een beetje het punt met zo'n zeilboot. Ja, er is natuurlijk ook geen wind in het clubhuis. Nee. Oh, maar daar kan ik wat aan doen. Oh, Raaf! Oh, wat heb jij gegeten? Plofkip! Vlucht, hoor. Hey, maar dat is hartstikke goed, Klein. Kijk, een tocht. Ja, tocht is wind in huis. Oké dan. Klaar voor de start. Af. Oh. Tja. Dat valt een beetje tegen. Ja, toch niet hard genoeg. Ben je klaar? Zit je goed? Ben je wakker en doet alles het nog goed? Als je wilt, als je durft, kun je mee op een ontdekkingstocht met Huisje, Boompje, Beestje. Dit wordt ons feestje. Kom op, ga je mee. Als je wilt weten waar de regenboog begint, als je wilt zien hoe onweer werkt, als je wilt horen hoe een baby pinguïn zingt, die nieuwsgierig is, mag mee met de club. Ja, maar wacht nou even, Raaf. Wat? Zo is het toch niet eerlijk? Hoezo? Hoezo? Jij kan vliegen. Ja, nou en? Ja, nee, echt. Ik denk dat ik hem gebroken heb. Oh. Nou, laat eens kijken. Nee, voorzichtig. Au, 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 au. Raaf. Hij is helemaal niet gebroken. Nou, maar er is hij verrekt of zo. Verstuikt of zoiets. Au. Past. Ja, nee, echt. Hier, kijk. Ik kan er niet meer op lopen. Kijk dit. Au. Au, de pijn. Au. Oké, dus het heeft er niets mee te maken dat ik vet aan het winnen was? Hé? Nee, natuurlijk niet. Oh, ik heb me gewoon hartstikke geblesseerd. Au. Au. Zo, nou, waar wil je zitten? Nou, daar op de bank. Oké. Ja. Zo. Ja. Nou, ik zat er eigenlijk net lekker in. Dus ik ga buiten even kijken of ik iemand kan vinden waar ik tegen kan basketballen. Ja, Okay. Ja. Fuckies. Ja. Oh, wacht. Ja, nee, kun je de tv aanzetten? Ja, tuurlijk. Zo. Fuckies. Ja. Ja. Oh, wacht. Kun je voor mij wat drinken pakken? Ik heb ook een beetje dorst. Drinken. Larry Bird had become alongside Magic Johnson. Alsjeblieft. Ja, oh, zet me bij de tv. Ja. Oké, straks. Oh, wacht. Ja, nee, ja, maar hoe moet het nou als ik honger krijg, hè? Of naar de wc moet? Ik kan me helemaal niet zo verplaatsen. Hoe moet het nou? Ik heb een rolstoel nodig. Oh, Raaf. Au. Au. Wat is dit? Ik heb een rolstoel. Zo, dat heb je snel gedaan. Nou, ga zitten. Ja. Oké. Ja. Au. Zo. Zit je lekker? Ja, eigenlijk best wel. Oké. Ik wil basketballen. Ja, strakjes. Dat is best leuk. Ha, volgens mij stelt hij zich gewoon aan. Die blessure kwam wel erg goed uit. Ik ga gewoon kijken of ik ergens anders kan basketballen. Hey, sporthal. Volgens mij kan je hier binnen basketballen. Zo. Ah, hoi. Hey, vet. Heb jij misschien zin om met mij een potje te basketballen? Tuurlijk. Oh, sorry. Wat? Ja,
Ik had niet gezien dat je in een rolstoel zat. Sorry. Hallo. Hey. Hoi. Heb jij misschien zin om met mij een potje te basketballen? Jawel. Ah, leuk. Ja, ik had geen basketbal... Oh, sorry. Jij ook al? Wat? Ja, ik wist niet dat jullie in rolstoelen zaten. Ja, dan ga ik natuurlijk niet tegenlopen basketballen. Nee. Nou, ik zoek maar even verder. Strakkie. Volgens mij durft hij niet. Volgens mij ook niet. Hoezo? Ik ben bang om te verliezen, zeker. Kom op. Dat is toch niet eerlijk? Dat snappen jullie toch ook wel? Maar heb je zin om te basketballen of niet? Oké. Wacht, ik help wel even. Nee? Jawel, nou, ik wacht. Ik zal ik even anders even duwen? Nee, oh, kijk uit. Wacht even. Prullenbak. Oh, drempel. De deur. Een beetje smal. Oké. Een beetje weinig ruimte hier. Wow, wow. Wow, wow, wow. Goed, dat is ook niet handig. Tja. Een beetje saai is het wel. Oh. Ja, tv is ook niet leuk. En bovendien, als Fred eigenlijk terugkomt, dan moet hij me wel in die stoel zien zetten. Anders weet hij gelijk dat het niet echt is. Ik ook altijd met mijn slimme plannetjes. Slim plannetje? Ja, tuurlijk. Ik weet het. Zo. Ik zal jullie even laten zien hoe je moet basketballen. Kom maar op met die bal. Nee. Wat nee? Je moet in de rolstoel gaan zitten. Dat je wil dat het eerlijk is? Dan ga je in een rolstoel. Ja, oké. Okay, daar heb je wel gelijk in. Zitten? Ja. En dan? En dan voeten plaatsen. Mm-hmm. En dan ga je zo... Dan moet je hem zo weer hier vastmaken. Hierin? Ja, en dan zo. Lekker. Zo. Nou. Oké, okay. En nu? Rijden. Oh. Oh. Twee handen. Ja, jongens, haal dan even mee. Handjes. Zo, en dan... Jawel. Ik ben kapot, jongens. Ik net nog met mijn grote mond. Zal ik je anders even over de drempel heen helpen? Nou, ik kan wel wat hulp gebruiken, jongens. Kom. Ga op je zij liggen. Op mijn zij? Ja. En dan op je buik. Help me wel. Die kant? Ja, die kant. Zo. En dan? En nu nog een keer. Op mijn buik. Ja? Ja? Ik wacht wel. Kijk, je moet hier vast. Nee, ja, en dan... Ja! Goed, jongens. Dankjewel. Oh, man. Zeg, wat zijn jullie handig, man. In jullie rolstoelen. Hé, maar hier is de vloer best lekker vlak. Maar hoe is het dan op straat als je bijvoorbeeld op straat valt? Gaan we uit de rolstoel. En dan zetten we de rolstoel recht neer. En dan klimmen we weer in de rolstoel. En als je nou bijvoorbeeld een stoep tegenkomt, hoe doe je dat? Met je rolstoel? Of dan ga je zo achteruit. En dan ga je zo op de stoep zo van achteren. Dus dan heb je eerst je grote band. En dan nou, de kleine individuen die ervoor zitten. En hoe zit het met jezelf aankleden? Als je in een rolstoel zit, dan kan je altijd nog zitten. Dus dan kan je heel vaak ook gewoon nog je sokken aandoen en je broek en je shirt ook. En douchen? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ga je dan met je rolstoel onder de douche staan? Nee. Als ik met mijn rolstoel onder de douche zou staan, zou ik staan. Dus dan zou ik in mijn rolstoel onder de douche gaan zitten. Wijsneus. Maar doe je dat? Nee. Niet? Gewoon met een normale stoel. Oh, gewoon met een normale stoel. Oké. Okay. Deze rolstoelen zijn speciaal om mee te basketballen. Ja. Toch? Maar heb je dan ook thuis een andere rolstoel?
Dan heb je niet een band voor je voeten. En dan zit je niet met zo'n riem vast. Nee. En dan heb je recht wielen ook. Oké. Okay. Dan zijn wielen recht. Waarom is dit dan zeg maar zo schuin? Dan kunnen ze minder snel bij de bal komen. Je bent breder, dus de meeste mensen vallen niet om. En hoe zit het dan met boodschappen? Nou, je kan er wel bij, maar alleen bij sommige hoge dingen, sommige dingen die heel hoog staan, ja. Dan moet je wel soms hulp vragen. Maar is het echt niet onhandig met al die karretjes en paden en zo? Een beetje wel. Maar als je dan tegen iemand aanloopt, dan rijdt, dan weet ze ook dat het per ongeluk gaat, omdat je niet zo snel kan remmen met de rolstoel ook. En doe je dat dan niet expres? Nee. Nee? Yes! Hoppa! Oh, sorry! Meneer, ik kan er net niet bij. Ja, dankjewel. Zo. Nou jongens, jullie lijken er niet veel last van te hebben dat jullie in een rolstoel zitten. Nee hoor. Nee hè? Hey, ik vond het echt superleuk om met jullie mee te doen. In een rolstoel ook nog hè? Ik ook. Ja, goed, hè? Kijk. Wat heb je allemaal lopen doen? Nou, niet lopen doen. Nee, ja, ik dacht, het is natuurlijk hartstikke handig, hè? Dat je met zo'n rolstoel overal kunt komen. Maar wat nog beter is, is dat je altijd alles bij je hebt. Snap je? Nou, te gek. Je ziet gewoon niet meer dat het een rolstoel is. Nee. Joh, je kunt in deze rolstoel wonen. Hier, moet je kijken. Oh, mooi, mooi, mooi. Hij doet het. Wat te gek. Nou, zo'n stoel zou ik ook wel willen. Ja, iedereen wil wel zo'n stoel hebben. Maar ja, je moet wel geblesseerd zijn, hè? Ah, joh. Raf? Raf? Ja? Hoe heb je dit eigenlijk zo mooi vastgekregen? Die? Oh, nou kijk, zo. Ja, ga eens aan de kant. Luister, er zit hier een tie-rippie ja? En een touwtje. Mm-hmm. En dan kun je bijvoorbeeld... Geblesseerd. Oh, ik wist het, jongen. Ik wist het. Jij deugt niet. Nou, dan mag ik lekker in de rolstoel. Oh. Zo. Oh, mijn handjes. Oh, heerlijk. Oh, mijn popcorn. Oh, doe het. Au. Oeh, au. Mijn rug. Wat doe je weer? Nee, au, mijn rug. Oh, ik ga niet. Je rug? Ja, je moet eruit. Kom op. Ah, kom op, Raaf. Ah, nee, au, echt. Pijn is... Ja, ja. Hop. Zo. Au. Mijn enkel. Mijn enkel. Wat? Enkel? Maak plaats. Ja, je enkel. Nee, ja, maar hè? Ja, kom. Ja, maar ah. Huh? Oh. Nou. Mijn vleugel. Wil je nog een heel stoere rolstoelfilmpje zien? Kijk dan op de site. Je vleugel? Nou in. Dan kan je gewoon nog lopen. Ben je klaar? Zit je goed? Ben je wakker en doet alles het nog goed? Als je wilt, als je durft, kun je mee op een ontdekkingstocht met Huisje, Boompje, Beestje. Dit wordt ons feestje. Kom op, ga je mee als je wilt weten. Als je wil horen hoe
kaarsen. Lang en de boom, wat zijn je takken wonderschoon. Ook in de boom, oh in de boom, wat zijn je takken wonderschoon. Hey, vet. Ja. Die kaarsjes, kunnen we die ook in de boom zetten? Nou, doe maar niet raaf. Vroeger gebruikte iedereen die kaarsjes en dan kon je kerstboom makkelijk in brand vliegen. Veel te gevaarlijk. Tegenwoordig hangt iedereen kerstlampjes in de boom. En dat is een stuk veiliger. Maar kaarsen horen toch bij kerstmis? Ja, maar dan moet je ze wel op een veilige plek zetten. Ben je klaar? Zit je goed? Ben je wakker en doet alles het nog goed? Als je wilt, als je durft, kun je mee op een ontdekkingstocht met Huisje, Boompje, Beestje. Dit wordt ons feestje, kom op, ga je mee. Als je wilt weten waar de regenboog begint, als je wilt zien hoe onweer bent, als je wilt. De club van HBB. Een witte wereld. Huh? Zo weinig. Nou, zo weinig is dat niet. Oeh, jij hebt veel meer dan ik. Oh, zeur, Piet. Nou, je moet het zelf weten. Lekker, 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 lekker. Het lijkt wel sneeuw. Lekker. Ik smakelijk. Ja. Klein. Weet je waar ik ineens zin in heb? Nou, poffertjes. Ja, ook. Nee. Een sneeuwpop maken. Een hele grote. Ja, leuk. Dan maken we de grootste sneeuwpop van de hele wereld. Ja! Ja, die maken we wel 5 meter hoog. Wat? Wel 10 meter. Regel jij even de sneeuw? Ja! Ja, dat is dan wel weer een dingetje. Ja. Jammer dat het hier altijd zo weinig sneeuwt. Misschien kunnen we zelf sneeuw maken. Ja, hoe dan? Nou, met poedersuiker. Ja, dat lijkt er wel op, maar dan heb je wel heel veel van dit soort potten nodig. Met piepschuim. Of nee, slagroom. Of zout. Nee. Of... Sneeuw is een soort ijs. Dus we moeten eigenlijk iets met ijs doen. Wacht. Het... Soft ijs. Of waterijs? Vanilleijs, roomijs. Wat voor ijs heb je nog meer? Van die raketjes. Tja, maar dat lijkt helemaal niet op sneeuw. Even geduld, hè? Oh, briljant, Kalijn. Ja, je moet alleen nog wat bedenken dat het niet gelijk smelt. Ja, maar het lijkt ook niet echt op sneeuw. Hoe zouden ze dat nou doen? Tja, ja, er zal toch wel iemand zijn die dat weet? Misschien op het internet. Willemijn. Ja. Hallo, de computer staat daar. Ja, maar ik ga op onderzoek uit. Tuurlijk. Ga jij maar weer op stap. Nee, ruim jij? Ja hoor, ik ruim de troep wel weer op. Strakkies. Ja, strakkies. Oh, hier is nog een happy. Hey Willemijn. Hi, met Carlijn. Ja, goed. En met jou? Fijn. Hé, hey, ik had een vraagje. Ik wil graag weten hoe je sneeuw maakt en hoe dat werkt en zo. Ja, Raaf had weer wilde plannen. Echt waar? Oké. Okay. Ja, nou, kom ik daarheen. Ja, wat goed. Koud water. Lucht. 2 buisjes. Nou, dat moet toch niet zo moeilijk zijn? Ja, dit is het. Hier moet ze zijn. Je kan hier skiën. Oké. Nee, dit kan ik gewoon. Dat was echt een knallende ontmoeting. Dat kan je wel zeggen, ja. Hoi. Hoi, hoe
Goed. Sorry. Nee, maakt niet uit. Gaat leuk. Ja, gaat helemaal goed. Ga je nog een keer omhoog? Ja, jij kom ook. Ja, ga eens goed. Help even. Ja. Wacht even, word je het vast? Doei. Nee, nee. Ik wil mee. Hé, zo. Nou, dan moet ik eerst de verwarming even uitdoen. Yay! Joehoe! Zo, die zit wel even vast. Goed, nu eens even denken. Ja, de lucht. Even wat warme thee. Maar wat is sneeuw nou eigenlijk? Sneeuw is een soort neerslag wat uit de lucht komt vallen. Net als regen bijvoorbeeld of ook hagel. Maar hoe werkt dat dan? Nou, je moet je voorstellen dat we de zee hebben. Dus natuurlijk heel veel water zit er in de zee. En als de zon schijnt, dan gaat dat water verdampen. Kan je een beetje vergelijken met het kopje thee. Ja. Dat is de zee. Ja. En de zon schijnt. Ja. Dan zie je hier al wel dampen uitkomen. Dit? Ja. Ja, precies. Nou, die damp die stijgt op. Ja. En die komt dan hoger in de lucht. En bij ons aan de grond is het lekker warm, maar hoger in de lucht is het kouder. Ja. En dan gaat die damp uiteindelijk druppeltjes weer worden. Nou, dat kunnen we zo laten zien. Leg ik de spiegel even op. En als ik hem dan weer afhaal, dan zie je dat hier wat druppeltjes op zitten. Ja. En al die druppeltjes samen, die vormen uiteindelijk een grote wolk. Ja. En in die wolk gaan die druppeltjes tegen elkaar aanbotsen. En dan plakken ze ook samen. En op het moment dat ze heel zwaar zijn, dan vallen ze uit de wolk. Nee, dat is regen. Ja. Maar dat is dan nog geen sneeuw. Nee, dat klopt. En soms in de wolk zitten er ook ijsdeeltjes. Dan is het echt heel erg koud. Ja. En die druppeltjes plakken dan tegen die ijsdeeltjes vast. En die worden dan ook zwaarder. En dan vallen ze naar beneden, maar dan zijn ze bevroren. En dan heb je sneeuw. Dus sneeuw is eigenlijk een soort van bevroren regen? Nee, niet helemaal. Want regen bestaat uit druppels. Ze zien er zo uit. Ja. Regendruppels. Maar sneeuw bestaat uit sneeuwkristallen. Zo'n sneeuwkristal heeft altijd 6 hoeken. Ja, dus het ziet er heel anders uit. Het ziet er totaal anders uit. En je hebt ook ontelbaar veel verschillende soorten sneeuwkristallen vormen. Kijk, ik heb hier een paar. Ja. Dit is eentje. Die lijken allemaal niet op elkaar. Ze zien er allemaal anders uit. Ze zien er allemaal anders uit. En heel veel van die sneeuwkristallen samen, die vormen één sneeuwvlok. Oh, dit is een sneeuwvlok? Dit is een sneeuwvlok. Maar ik heb zo'n sneeuwkristal eigenlijk nog nooit gezien. Nee, dat klopt. Die zie je ook niet met het blote oog, want die zijn zo ontzettend klein. Okay. Dus het zijn echt wel duizenden samen die een sneeuwvlok vormen, maar dan zie je die mooie figuurtjes helemaal niet meer. Zo, die zit. Nou, dan beginnen we met het water aandoen. Maar hoe komt deze sneeuw hier nou? Want het heeft helemaal niet gesneeuwd buiten. Sterker nog, het regent. Dit is kunstsneeuw. Kunstsneeuw? Ja. Maar het is net echt. Is ook. Oh, het is heel koud. Het is heel koud. Maar het is ook gewoon bevroren. Bevroren water, maar het komt wel uit de machine. Nou kijk, daar komt water heen door die slang. En die gaat naar dat sneeuwkanon toe. Ja. En het is eigenlijk net een enorme plantenspuit. Ja. Er wordt water in verneveld met heel veel kracht. Het gaat heel hard. En de temperatuur hier is onder nul. Het vriest hier, het is koud. En die druppeltjes die bevriezen dan. En dan krijg je sneeuw. Dus dit is echte sneeuw? Dit is echt sneeuw. Ja! Echt sneeuw! Ja! Yeah! Het werkt! Ik heb sneeuw gemaakt! Nou, gauw weer uit. Waarom gaat hij er niet uit? Hé, hey, ho nou! Ho maar! Ho!
Ja, zeker? Ja. 1, 2, 3. Nee, dat klopt. Deze sneeuw is veel te droog. Oh. Bij echt een goede sneeuwbal heb je echt een beetje wat nattere sneeuw nodig. En dan is het vaak ook net wat warmer. Oh. Maar hier kan je heel goed mee eten. Hoe moet ik dit doen? Oh, ja. Ik denk toch gewoon het water aan. Dus om sneeuw te maken heb je echt zo'n enorme machine nodig. En je hebt ze ook wel wat kleiner, maar dan duurt het echt een eeuwigheid voor je zoveel sneeuw hebt. Oh, dat is wel een beetje gedoe om een echte sneeuwpop te maken dan. Ja, ja, je kan beter wachten tot er buiten lekker echt sneeuw valt. Denk je dat er nog sneeuw gaat komen? Ja, de winter is net begonnen en die duurt nog tot in maart. Dus er komt vast nog wel een keertje sneeuw. Gewoon even een beetje geduld hebben. Precies, precies. Oké, dankjewel. Hey, doe je mij het groetjes aan Raaf, hè? Ja, doei. Doei. Doei, strakkies. Hoe kom je nou aan die sneeuwmachine? Raaf? Raaf? Hé? Kalijn? Ja, gaat ie? Koud? Ja. Ik vind het wel knap hoor, Raaf, dat je zelf sneeuw hebt gemaakt. Ja, maar wel koud. Ja, maar sneeuw is ook wel heel erg mooi, hè? Ja, prachtig. Op bomen en zo. Ja, maar ieder sneeuwvlokje is weer een apart kunstwerkje. Nou, laten we ze dan maar inlijsten. We hebben wel genoeg sneeuw om de grootste sneeuwpop van de wereld te maken. Ja. Oh, kijk nou. Oh, Gertje. Oh, nee. Ugh. Oh, nee. Wat stom van mij. Ja, inderdaad. Wat? Ja, ik heb de verwarming binnen alweer aangezet. Oh, sorry. Hoe lekker is dat? Nou heb ik al die sneeuw voor niks gemaakt. Maar wacht eens. We zetten gewoon die sneeuwmachine weer aan. Ja, goed idee. Maar wel buiten gaan. Ja. Wil je nog een slokje chocomel? Nee. Wil je ook je eigen sneeuwkristal knippen? Kijk dan op onze website. Ja, hbbclub.nl. Strakkies! Ja, nou dan stook ik het vuurtje nog een beetje. Oh ja, lekker. Lekker warm. Hebben we ook marshmallows? Bij onze programma's is begeleidend materiaal te bestellen. Een educatief spel, poppen, mappen, handleidingen en werkbladen. Ga naar schooltv.nl/webwinkel. Ben je klaar? Zit je goed? Ben je wakker en doet alles het nog goed? Als je wilt, als je durft, kun je mee op een ontdekkingstocht met Huisje, Boompje, Beestje. Dit wordt ons feestje. Kom op, ga je mee als je wilt weten. Eet jij gezond?
Zeg, Carlijn. Ja? Kun je dat even ergens anders doen? Het leidt enorm af. Oh, sorry hoor. Wat ben je trouwens fanatiek? Ja, ik ben aan het trainen. Want het is volgende week een hardloopwedstrijd. En die wil ik natuurlijk winnen. Hardlopen? Nou, jij liever dan ik. Ja, ik zie het, ja. Jij mag ook wel eens van die bank afkomen. Hm? Hoezo? Nou, kijk eens in de spiegel. Spiegel? Wat dan? Je bent dik, Raaf. Wat? Dik? Ik? Ja, je begint echt een beetje een buikje te krijgen. Nou, moe. Wat is er mis met mijn buik? Nou, wat denk je zelf? Kijk eens om je heen. Je eet veel te veel. Oh, niet waar. En jij eet net zoveel als ik. Ja, dat kan zo zijn. Maar kijk eens naar mij. Ik heb helemaal geen vet. Komt natuurlijk omdat ik zoveel train. Ziet er wel anders uit dan het buikje van jou, hè? Nou ja, zeg. Ik doe nog even een rondje door het park. Pas jij op dat je niet door die bank heen zakt. Strakjes! Ja, ja, strak. Wat? Ben je klaar? Zit je goed? Ben je wakker en doet alles het nog goed? Als je wilt, als je durft, kan je mee op een ontdekkingstocht met Huisje, Boompje, Beestje. Dit wordt ons feestje. Kom op, ga je mee. Als je wilt weten waar de regenboog begint, als je wil zien hoe onweer werkt, als je wil horen hoe een babypinguïn zingt, die nieuwsgierig is, mag mee met de club van HBB. Kerstmuziek. Leuk liedje, Raaf. Ja, maar het is wel altijd hetzelfde liedje. Ja, logisch. Als je dit liedje hoort, dan weet je ook meteen dat het kerst is, toch? Ja, dat is wel waar, maar kerstliedjes die klinken altijd als kerstliedjes. Dat moet toch ook een keer anders kunnen? Anders? Ja. Ja, we gaan een eigen kerstliedje maken. Ja, dan worden we hartstikke beroemd. En dan komen we op de radio en op de televisie. Ja. Of op YouTube. Ja, joh. En dan hoor je iedereen ons liedje zingen. Op straat en onder de douche. En wat ga je nou doen? Wat denk je zelf? We moeten natuurlijk weer een goede tekst verzinnen, Raaf. Oh, ja, tuurlijk. Waar moet het over gaan? Over sneeuw. En over de boom natuurlijk. Ja, ja. En, lekker eten. En kerst gaat ook over de geboorte van het kindje Jezus. Hè? Ja, ja. Over vrede op aarde. Ja, ja, tuurlijk ook. Goed, kan doen. En niet voor ons alleen. Zo, punt. Klaar. Nu nog de muziek erbij. Ja. We hebben een componist nodig, Raaf. Ja. Armin van Buren, ja. Of nee, Afrojack. Ja. Raaf, dat is veel te modern. Huh? Een kerstlied moet een beetje klassiek zijn, hè? Violen, hè? Nee. Als je wilt dat hij op de radio wordt gedraaid, dan moet het een lekker ritme hebben dat je kan dansen en zo. Dansen op een kerstlied? Ja, tuurlijk. Raaf, een kerstlied zing je met kaarslicht bij de kerstboom. Oh, nee, dat is hartstikke saai. Dat is met al die andere liedjes ook al zo. Nee. Oké, waar is dat telefoonnummer van Afrojack? Raaf, kom op nou. Doe nou niet zo eigenwijs. Ja, maak jij lekker een dansnummer. Ik ga wel naar een echte componist. Ja, dat is een... Strakjes. Ja, hoi. Hey, Afrojack. Zijn we een keer samen bezig, moet hij weer de sfeer verpesten. Hij weet het ook altijd beter. Zeg, weet jij nog iemand anders? Oh ja, ja, die is ook leuk. Oké, dan ga ik hem meteen bellen. Hey, succes in Las Vegas, strakkies. Nou,
volgens mijn navigatie moet dit... Au! Oh. Oh. Hallo. Hoi. Hi. Kan ik iets voor je doen? Nou, volgens mijn navigatiesysteem moet dit een muziekstudio zijn. Ja, dat klopt. Dan zit je goed. Oh, wat fijn. Maar kan ik iets voor je betekenen? Ja, nou, en of je iets voor me kan betekenen. Het is dus bijna kerst. Ja. En nou wilde Raaf en ik een nieuwe kersthit maken. Leuk. Ik heb hier de tekst. Ja. We hebben alleen nog muziek nodig, dus ik ben eigenlijk op zoek naar een... Componist. Juist. Ja. Hey, DJ Harmet! Goed man, te gek dat je even wilde helpen. Nou, kom binnen. Help je even mee met de spullen? Zo, hallo. Dit is Robin. Met hem componeer ik altijd. Hey, hallo. Hoi. Ik ben Robin. Hoi, ik ben Vert. Hoi, Vert. Hebben we een klusje? Hey, leuk man, leuk, te gek. Het is een tekst van een kerstliedje. Kerstliedje? Dat gaan wij nou even componeren. Ah, ja. Oké. Kan je er iets mee? Ja, tuurlijk. Nou, ja, dat weet ik niet, maar ik denk het wel, ja. Nou, als je maar even mijn gitaar teruggeeft. Ja, maar het moet wel een kersthit worden, hè? En dit is jouw tekst? Dit is onze tekst. Wow. Dat hebben we samen gedaan, Raaf en ik. Oh, met Raaf samen? Ja, ja. Oké. Als je dit nou ziet, hè, wat gaat er nou allemaal door je heen? Nou, als ik een nieuwe tekst zie, dan denk ik meteen in een soort ritme in het... Ik zie dat hier je hebt staan, ik wou dat het al kerst was, dan kreeg ik vast cadeautjes. Ja? Dus dan denk ik, ik wou dat het al kerst was, dan kreeg ik vast cadeautjes. Voel je, er zit gelijk al een soort ritme in. Een beetje dus, Patrick, kan jij iets spelen? Dan misschien, bijvoorbeeld, ik wou dat het al kerst was, dan kreeg ik vast cadeautjes. Nee. Dat is een beetje Rocky. Dat is niet echt kerst, hè? Nee, kerst is natuurlijk... een beetje in de kerstsfeer blijven. Iets vriendelijker begin. Ja, dat is beter. Ja. Oh ja. Ik wou dat het al kerst was. Dan kreeg ik vast cadeautjes. Ja. Is zoiets? Is dat beter? Of? Mooi. Waar wil je dit hebben dan? Wou dat het al kerst was. Ja. Dan kreeg ik vast... Okay. D mineur doen we dan daar. D mineur. Dus zo schrijf je muziek op? Ja, elk hokje is één maat. En één maat is vier tellen. Dus in de eerste maat hebben we A mineur, E mineur en dan twee maten D mineur. En dat klinkt dan A mineur, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ik wou dat het al kerst was, dan kreeg ik vast cadeautjes. Ja, mooi. Ja. Maar ik vind het nog een beetje te zielig. Ja, dat komt omdat het mineur is. We moeten het een beetje opvrolijken. Kan dat? Gaan we naar majeur. Je hebt een majeur akkoord en een mineur akkoord. Ja. Wat we net hadden is eigenlijk mineur. Word je een beetje droevig van. Ja. Dit is majeur. Oh ja. Voel je hem? Ja, ik hoor hem al. Een stuk vrolijker, hè? Ja. Ik zie hier ook een stukje tekst waarbij het misschien heel mooi kan passen. Bijna kerst, kerst, kerst. Een feest voor iedereen. Dan kunnen we misschien een majeur hebben. Kerst, kerst, kerst. En dan? Ja. En dan? Een feest voor... Oh ja. Een feest voor iedereen. Oh ja. Probeer eens. 1, 2, 3. Bijna kerst, kerst, kerst. Een feest voor iedereen. Ja. Vrolijk. Ja. 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 Het is wel een beetje hoog voor mij. Hè? Klinkt goed eigenlijk. Maar, weet je wat ik denk? Dat er een zangeres bij moet, want dit is een beetje hoog. Hey. En dan is het wel leuk als ze, denk ik, door een zangeres gezet. Dat is ook een beetje mooi zacht, dat ik meer kerst. Ziet er ook wat leuker uit. Daar moeten we speciaal iemand voor laten komen. Ja, maar we hebben nog veel meer mensen nodig. We hebben een band nodig, een band die dit liedje speelt. Een band? Ja, bijvoorbeeld een drummer. Zo. Een bassist. En Patrick, kan je even op je plekje? En... een toetsenist. Zo. Oh, dat ging niet zo heel erg goed. We hebben ook nog een zangeres. Oh, mag ik? Maar wel een mooie, hè? Ja. Hi. Ha. Hey. Mag ik hier op drukken? Wow! We hebben geen ruzie met de buren zo. Wel nee, man. De buurman die woont ver genoeg.
Kan je een instrument spelen? Oh, wacht, ik weet iets. Tamboerijn. Oh. Zullen we doen? Ja, te gek. Oh, leuk. Dankjewel. Let's go, guys! Jongens, stop even. Robin. Ja? Heb jij die pratende kerstboom binnengelaten? Nou, ja, maar... Zit jij op tamboerijn? Nee. Nee? Ja, dat dacht ik dus al. Ja, zal ik gewoon... Doe gewoon een keertje als we een andere keer gaan samen oefenen. Ja, komt dat helemaal goed, gaan we gewoon doen. Dank u. Maar lekker genieten van de band. Gewoon lekker muziek maken, hè? Ja, is goed. Strijkers erbij te doen. Wat? Ja, orkest, strijkers en cello. Oh ja. Noot, weet je ja, dat? Leuk. Zullen we dat doen? Ja, is goed. Ja, ga eens even stoppen. Ja. Ja, jongens, stop maar. Okay, we gaan strijkers erbij doen. Zeg ik het goed? Ja, je zegt het heel goed. Ja, nou, dat... Patrick, kan jij voor mij eens een soort strijkerdingetje erbij spelen? Kijken of dat het sfeertje ietsje meer kerst wordt? Ja. Ja. Ja, is dat oké? Ik denk dat het wel mooi is, ja. Oké. Okay. 5, 6, 7, 8 en... Misschien moet je de drummer laten tellen. Die kan hij echt heel goed. Oh, oké. Ik wou dat het al kerst was. Kreeg ik vast cadeautjes. We hebben met z'n saaie violen. Dat is wel leuk voor een kerstliedje. Ik zal er eens even wat kerstbelletjes bij doen. Ja! Bijna kerst, 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 feest voor iedereen. Ja, oké, dankjewel. Ja, weet je, ik zit te denken, toen we aan het schrijven waren net, toen hadden we bedacht dat het begin verdrietig moest zijn met die mineurakkoorden. Ja. En daarna gingen we naar vrolijk toe, weet je nog? Precies. Naar de majeurakkoorden. Ja, dus het, een combinatie van. Double time doen of iets of zo. Ja, in tempo misschien. Dat mooi. Werkt wel, hè? Ik wou dat het pas kerst was. Ik wou dat het pas kerst was. Maar het allermooiste, dat vindt toch iedereen. Maar als kerst voor heel de wereld is, niet voor ons alleen. Woe! Geweldig, jongens. Echt super. Wat gaan we nu doen? Nou, we gaan nu in de control room gaan we luisteren naar wat we net hebben opgenomen. Oh, oké. Okay. Ja, tof. Hoi. Nou, maar zo. Ik wou dat het al kerst was. Dan kreeg ik vast cadeautjes. Laten we heel lekker. Oh, maar dat vind ik niet zo mooi. En het is ook niet in de maat. Ja, ik snap niet waar het vandaan komt. Ik kan het ook niet harder of zachter zetten. Ik snap er niks van. Waarom neemt hij nou niet op? Oh, wacht eens. Zet alles eens zacht. Met Raaf van de HBW Club. Hé. Zo, wat was je aan het doen? Hé? Nou, gewoon muziek aan het maken, hè? Ja, ik ook. Wil je het horen? Ja, dat is goed. Komt-ie. Laten we heel lekker. En? Vind je het mooi? Ja, wel veel violen, hè?
Ja, hè. Het is een kerstlied, Raaf. Laat hij het anders even mailen. Wat? Hé, hey, kun je het even mailen? Dan kunnen we het beter luisteren. We? Ja, nou, ik. Ja, strakjes, als je terug bent, dan luisteren we samen. Ik mail het wel even. Okidoki, doei! Lex, ja. Is het mogelijk dat jij de muziek straks naar Raaf mailt? Als het klaar is? Ja, ja. Ja, als ik het af heb, dan mail ik het, hè? Ja? Is goed. Fijn, dank je. Oké. Met heel de stad vol leven. Klinkt best goed. Ja. Ja, een beetje ouderwet. Ja, ouderwet. Dit is gewoon een ander soort muziek. Maar wacht eens, als ik nou dit erbij doe, dan klinkt dit al heel anders. Ja, beter. Jongens, dankjewel hè. Tot ziens. Oh jee. Raaf, wat ben je aan het doen? Nou, hoi Fred. En wie ben jij? Hey, ja. Ik ben Raaf. Wat heb je met mijn muziek gedaan? Ja, mooi hè. DJ Harmet heeft jouw muziek en mijn muziek bij elkaar gedaan. En nu hebben we allebei onze zin. Oh. Oké. Okay. Ja, dat klinkt eigenlijk wel heel goed. Goh, nu wordt het dus echt een hit. Componeerde lied een keer helemaal horen? Ga dan naar de site hbbclub.nl. Niet voor ons alleen. Ben je klaar? Zit je goed? Ben je wakker en doet alles het nog goed? Als je wilt, als je durft, kan je mee op een ontdekkingstocht met Huisjebol. Dit wordt ons feestje. Kom op, ga je mee. Als je wilt weten waar de regenboog begint. Als je wilt zien hoe onweer werkt. Als je wilt horen hoe een babypinguïn zingt. Die nieuwsgierig is, mag mee met de club. Witte wereld. Hm? Zo weinig. Nou, zo weinig is dat niet. Oeh, jij hebt veel meer dan ik. Oh, zeur, Piet. Nou, je moet het zelf weten.